De komende jaren verandert er veel voor gemeenten. Gemeenten krijgen nieuwe taken op het gebied van jeugd, begeleiding en werk. Met de drie transities krijgen gemeenten meer autonomie, meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Daarmee kunnen zij op passende wijze de kloof dichten die ontstaan is tussen de systeemwereld van de gemeente en de leefwereld van mensen in de lokale gemeenschap. Dit alles vraagt om een transformatie in het eigen denken en doen. We hebben de stuurmanskunst nodig van colleges, raadsleden en ambtenaren. Wat zijn eigenlijk de algemene uitgangspunten? Gemeenten sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van burgers. Uitgaan van wat mensen wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Gemeenten werken daarbij samen met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen. Met als doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het bepalen van de rol en positie van gemeenten is afhankelijk van de samenstelling van de lokale gemeenschap. Het bepalen van die rol en positie is nog niet zo makkelijk. Want hoe ga je in gesprek met je burgers? En hoe werk je samen met bedrijven en instellingen? En met andere gemeenten? Die complexiteit kunnen we aan door los te laten. Minder controle en sturing, maar met ruimte en vertrouwen in de kracht van de maatschappij zelf. We denken in netwerken en zijn flexibel in werk- en taakopvatting. Processen en systemen zijn niet leidend, maar moeten de netwerken en de kracht van burgers ondersteunen. Ruimte en vertrouwen geven begint bij jezelf. Ambtenaren moeten de ruimte krijgen om burgers te faciliteren. De raad en het college moeten de budgetten niet vastspijkeren, maar ze flexibel inrichten en domeinen laten overstijgen. Ambtenaren en professionals gaan het gesprek aan met de burgers en doen wat nodig is, op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid.